Designers Niels Klavers and Astrid van Engelen graduated from the prestigious Rietveld Academy in Amsterdam. The work of Klavers van Engelen ranges from purely conceptual to highly wearable. With their work, Klavers van Engelen search for new perspectives and try to mislead the eye. Wij zijn niet de ontwerpers die kiezen voor de glamour. Wij zijn echt liefhebbers van het kledingstuk, het ontwerp. Here, in a showroom in Amsterdam, they explain their new collection to fashion critic Milou van Rossum. Eigenlijk ook weer, het uitgangspunt is vrij simpel, maar daardoor hebben we wel veel meer aandacht besteed aan de afwerking en ook aan de keuzes van onze materialen. Dus het basisidee is eigenlijk een lap, een vierkant of een rechthoek. Hier is die dan in een broek gezet. Je kunt hem ook laten vallen als rok. En kunt hem op verschillende manieren dragen. Wij blijven onderzoeken. Het onderzoeken is zo van, god, je hebt een lapje stof, wat kun je daar nou mee? En kun je dan door middel van hele minimale ingrepen toch een kledingstuk creëren? We zijn begonnen met twee lapjes van verschillende groottes. Die op allerlei manieren zeg maar op elkaar leggen, eigenlijk heel eenvoudig. En dan steeds verschillende stukken van het vierkant dichtstikken. En dat dan aantrekken op een pop. Nou, daar heb je al, wijs van spreken, 100 mogelijkheden in. Concepten ontstaan ook vaak bij ons uit bijna alledaagse dingen. Dat je ook op straat loopt en het waait en je ziet de wind bij mensen in de kleding. En dat je van, god, er gebeuren eigenlijk hele interessante dingen. Nou, je ziet stapjes hierin. Oh. Dit is de achterkant. Ja. Dit is de voorkant. Dit trek je over je hoofd. Het is niet echt dat wij dit schetsen of zo. Nee. Het ontstaat eigenlijk allemaal door gewoon te doen. Het is niet meer dan een vierkant met een knip. Het is maar van waaruit je wil werken. En wij voelen ons prettig om vanuit een concept te werken. Maar er zijn ook ontwerpers die werken vanuit de geschiedenis. Die nemen een periode of die nemen een film als inspiratie. In Nederland studeren mensen mode aan een kunstacademie. In het buitenland gaan mensen meestal naar een modeacademie. Dus we hebben een andere achtergrond dan ontwerpers in het buitenland. Ik denk dat conceptmatige werken, dat misschien wel iets typisch Nederlands zou kunnen zijn. Ja. Klavers van Engelen like to cross borders by working with actors and musicians. Here, for example, with the pianist Tomoko Mukayama in the performance Show Me Your Second Face. Since their first collaboration in the late 90s and their reunion in 2007, both designers have shifted to more wearable designs. A general development which took place across Dutch fashion during the course of the past decade, a development which gained designers like Klavers van Engelen an international podium. 10 jaar geleden hadden we misschien wel hetzelfde concept genomen als nu en misschien ook op dezelfde manier uitgevoerd. Alleen waren onze materialen veel stugger, waardoor je dus een monumentale beeld krijgt. En we waren strenger naar onszelf toe. Dus heel erg van, oh nee, maar dit past niet helemaal in het concept. En nu laten we het makkelijker los. Ik vind het ook best moeilijk altijd, die benaming. Je hebt dan conceptueel en draagbaar of commercieel. En het lijkt alsof die twee elkaar bijten, maar ja, dat hoeft helemaal niet. Het feit dat we vroeger veel conceptueler werkten en dat bleef toen vaak in het concept hangen als zijn museale uitspraak. Maar dat was voor ons niet genoeg. Wij wilden ook dat vrouwen het zouden dragen, zouden willen hebben, zouden willen kopen. Omdat wij wel modeontwerpers willen zijn.